السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيست مانز وكم بيست تختين الجيبة. بسيت انا نفسي سيدة أطلس برغتة مد هيلة خروب. وات كي يولي او زي ديت كير هبن خروب يوار ميغنو مع نيلان في استختين كرم. Om hun ook natuurlijk te laten zien en natuurlijk ook de jongeren wakker schudden. Dat er natuurlijk kinderen zijn en jongens zijn, meisjes zijn van hun leeftijd die het minder hebben. En daarom zijn we nu met de hele groep onderweg naar een gezin toe die heel erg armzalig woont. Dit gezin bezoeken wij twee keer per jaar met winter en met het Ramadan project. Dus we gaan inshallah namens jullie gaan we nieuwe schoenen delen, nieuwe dekens, maar ook sadaqa inshallah. Dus we nemen jullie mee en ik zou zeggen kijken. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Beste mensen, wat ik al zei, we zijn hier met een groep jongeren van Stichting Karam uit Nederland. Zoals jullie kunnen zien, kijk, hele arme gezin, subhanallah. Dit is de situatie hoe mensen nog steeds wonen in 2020. En daarom willen wij de jongeren leren in Nederland of in België dat jullie het alhamdulillah goed hebben. Of niet, jongens? Als jullie dit zien, wat gaat er dan door jullie heen? Veel luxe, toch? Dankbaar moeten zijn, toch? En wat ik wil zeggen is, kijk mensen, kijk eens op hallo hoe die kinderen eruit zien. En wat ik ook tegen heel veel jongeren wil zeggen, uit Nederland, uit België, is gewoon, ik zie dat vele jongeren roken. Hoeveel kost een pakje Marlboro? 7 euro. Hoeveel? 7. 7 euro. Kijk, 7 euro, broeder. Ik heb dit gezin. Dus kijk, jij 7 euro, jij 7 euro, jij 7 euro en hij 7 euro. Geloof mij maar, dan kunnen ze gewoon een hele maand van eten. Als jij dat geld, als je die pakjes sigaretten zou laten, of die shisha zou laten, en je geeft het aan een soort families, kunnen ze er een hele maand van eten, subhanallah. Ik hoop dat jullie, snap je, maar ik geloof ik kom. Ga maar schoenen uitdelen, jongens. Jullie kunnen schoenen uitdelen. Kijk de schoenen, kijk, subhanallah. Kijk hoe die jongeren van nu hier eruit zien, zie je? Zo, misschien op z'n bad, misschien op z'n bad hier. Zie, kijk daar op kleding. Kijk, hier doen we het voor. Gewoon even die schoenen aantrekken, die jassen voor hun. Ja, kijk maar aan die klein. Voor die meisje ook, voor die meisje daarom. Kijk gewoon wat mooi vind, wat mooi. Er zitten allemaal nog van die kartonnen dingen in, hè? صحتك جد جدك ها زين ياك صحة دير هذيك راهم هزوم هذو
goed leven. Ella, doe maar binnen. Zet maar daar neer. Amin, amin. Zet maar daar neer, ja. Kom maar daar, jongens. Kom maar daar, jongens. Kom maar daar staan. Ja. Kom maar daar staan. Kom maar. Daar kan wel niet dat ik hier heb. Kijk jongens, kijk, zie je, dit is hoe ze wonen. Kijk, dit is hun woonkamer. En dit is ook hun slaapkamer tegelijk. Zie jij ergens een douche? Zie jij ergens een centraal verwarming? Je ziet helemaal niks. Kijk hoe mensen wonen, kijk. En dit is hun kachel. Kijk, dit is hun kachel. Dat doen ze met hout. Ja, wij thuis hebben gewoon centraal verwarming. Als we binnenkomen, doen we gewoon lekker die knop aan. En we hebben het luxe. Je moet gewoon hout erin gaan gooien. Ja. Zie je ergens PlayStation? Zie je ergens tv staan? Zie je niks staan, broeder? Subhanallah. En dit is kijk, jullie kijken niet naar een seriefilm of naar een neppe actiefilm. Dit is de waarheid, hè? Deze mensen leven nu zo in 2020. Ja? Dus als je teruggaat naar Nederland, dan ga je beseffen hoe luxe je het hebt. En waarom doen wij dit? Om dit te laten zien. Zodat je beter je best gaat doen op school. Dat je je ouders gaat gehoorzamen. Dat je je begeleiders gaat gehoorzamen. Dat je hun gaat respecteren. En dat je je best doet op school gaat doen. Als je je best doet op school straks gaat doen. Misschien heb je een eigen bedrijf straks. Misschien run je een eigen bedrijf. En dan heb je heel veel geld. Wat kun je dan met het geld doen? Kun je dit soort mensen helpen. Kijk alleen maar naar die kinderen. Kijk heel goed naar die kinderen. En als je terug naar Nederland gaat. Moet je heel hard je best doen. Om voor deze kinderen straks te zorgen. Dit is de boodschap. Ger, ik had nog geld voor de zusters uit Uithoorn, toch? Ja, zei je toch? Ja. Er zijn een groep zusters uit Uithoorn die wat geld geven voor Sadaka. We gaan het verdelen onder twee gezinnen. Hier is 1, 2, 3. Hier is zeg maar 80 euro. Dus dit gezin krijgt van 80 euro en die andere gezin ook. Dat kunnen we niet doen. Maar ik heb een Achawat in Holland. Rauma, kolom shukran. Rauma, kolom shukran. Dus ik hoop, broeders. Amin. Amin, amin, ya Rabbil Alameen. Dus ik hoop, jongens, dat jullie dit beseffen. Als jullie teruggaan, kijk heel goed naar die muren, kijk naar het plafond. Weet je, kijk heel goed daarnaar. En dit is hoe mensen leven, hè. En deze mensen kom ik al 6 jaar hier, hoor. Ik kom al 6 jaar bij hun, hè. خير ان شاء الله الوالدة شكرا لنا الله يعاونك السلام عليكم الله في رمضان ان شاء الله امين في رمضان نجيو ان شاء الله صافي في رمضان ان شاء الله كيكات الهوف عندك باصه في الهوف ما كاينش هاد المراه ما كيفاش هاد مشات شي عرضه عطوه داكشي اللي عطوه الولد راه كاين كاين تما صافي شكرا انا عارف شو عندهم صافي كاين ولد رمضان نجيو عندكم ان شاء الله امين امين الله يعاونك Kijk naar hun huis, dit is hun huis. Ayoub, dit is hun huis, dat is een grote steen. Zie je dit? Dit is gewoon op elkaar gezet zo. Zie je? Zo, kijk. Zodat ze een dak boven hun hoofd hebben.